Jij praat? Tess, zeg nog eens iets. Dat we dringend dat labo van de Rozenkruisers moeten terugvinden. Ze hebben hun labo achter de kamer met de zeshoek, waar dat ik opgesloten zat. Een spycam. Hiermee kunnen we alles filmen wat in het labo gebeurt. Dan hebben we eindelijk bewijzen tegen hem. Heeft Noah het goede nieuws al verteld van zijn stem? Hey, maar we zouden toch een uptempo-nummer doen? Nee, we gingen een traag nummer doen. Het nieuws dat Noah zijn stem nog steeds kwijt is. Ik vind jullie beide ideeën goed. Oh echt? Want net was je nog zo enthousiast om het meezingen met het uptempo-nummer. If you're swallowed by the crowd and you feel you wanna shout, call my name. We can make it. If you wanna figure out what the world is all about, call my name. We can make it. Hopelijk werkt die steen nog. Hij gaat die muur vanzelf open. Alright. Als het koor zo verder doet, dan gaat het daar straks nog eens ontploffen ook. Als jij zo blijft liggen tegen Louise, gaat zij ook nog ontploffen. Klaar? Dat is licht.
was dat? Loopt hier dood. Hier is niemand. Er zullen wel weer ratten geweest zijn, zeker? Het is niet de eerste keer dat iemand mij met ongedierte vergelijkt. Waarschijnlijk ook niet de laatste keer. Volgens mij zijn ze weg. Kom, we gaan terug naar binnen. Ja. Niks? Nee. Hij is kapot. Goed gedaan. Ja, sorry Noah, maar ik was iets te druk bezig om onze levens te redden. En dat van Bo. Sorry. Je doet ook alleen maar je best. Ja, jij ook. Maar nu kunnen we het wel vergeten om deze ingang nog te gebruiken. We gaan die andere ingang moeten vinden die de Rozenkruisers ook gebruiken. We moeten bewijs vinden. Sorry van daarnet. Ik had het niet mogen zeggen van je zus dat ze zo enthousiast was over de muziek van Emily. Als ik had geweten dat het je zou kwetsen, dan... Ik ben blij dat je het gezegd hebt. Je bent nog de enige die eerlijk tegen mij is. Echt? Ja. Nou, als je ooit nog eens eerlijk advies nodig hebt, weet je me te vinden. Anytime. Anytime? Jamie? De laatste tijd voel ik... Jij... Niets. Laat maar. Oké. Dag. Child, 103. Het getal staat hier nergens. Ah, Free, ben je nog kwaad? Free, kom aan. Doe niet zo kinderachtig. Kinderachtig? Jij moet veel zeggen. Je zei toch dat je mijn kant ging kiezen? Maar nee. Mijn eigen zus die vindt het leuker om achter mijn rug aan een idee te werken waar ik nooit mijn goedkeuring voor heb gegeven. Oké. Ik werd gewoon super enthousiast van Emily's idee. Weet je wat? Ik heb het echt gehad met al dat geruzie. Ik wil gewoon dat het koor terug wordt zoals vroeger. Doe nu alsjeblieft niet weer al alsof jij de enige bent die inzit met het koor. Alsof ik de enige ben. Free, je bent geweldig. Dank je. Jamie, ik wou je daar straks nog wat zeggen. Wil je misschien samen eens iets leuks doen? Ja, leuk. Maar dan moet je wel eerst je zaakjes op orde krijgen. Ik vind het gewoon zo zielig voor je dat je je altijd voorbij laat steken als dirigent. Dat je altijd zo onzeker bent. Oké. Je gaat jezelf wel vinden. Daar ben ik zeker van. En als je jezelf gevonden hebt, dan is er misschien plek voor een meisje aan je zij. En ik zou het geweldig vinden als ik dat zou zijn. Thank you.
En, iets gevonden bij de poort? Niets. Ja? Ik heb mijn antwoorden voor die wiskundige vergelijking en die raadsels voorgelegd aan professor De Graaf. Hij zei dat die in het verleden al vaak zijn ingevoerd, maar nooit correct waren. Ik zei toch al dat er meer achter zit? Misschien moeten we die poort vergeten en ons focussen op de ingang bij de boxclub. Dat is te vroeg. Wart dit bijna uit mijn hand, maar nog niet genoeg om naar binnen en buiten te lopen. En die twee gasten blijven ons dwarsbomen. Ik kan nog altijd niet geloven dat ze die bom hebben kunnen ontmantelen. Alsof ik de enige ben. Ik ging naar Cambridge, één iemand dus. En de anderen waren er al. Oké. Okay. Tandje bijsteken. En kijk jij nog eens naar die poort, misschien heb ik iets over het hoofd gezien. En als jij het niet vindt, dan breken we die gewoon open. Dat zou ik niet proberen. Naar het schijnt is die poort levensgevaarlijk. Als hij één verkeerd antwoord geeft, dan... laat mij het zo zeggen. Wij zouden niet de eerste zijn die er niet in slagen. Yes. Eén opgelost. Nog twee te gaan. En dat is nog niet alles. Volgens De Graaf staat er een tijdslot op dat ding. Je hebt maar een paar seconden om alle wijzers in de juiste plek te klikken. Of anders... Anders wat? Ja. Er is nog nooit iemand teruggekomen om ons dat te vertellen. Oké, de wiskundige vergelijking. Dat was simpel.